Mijn naam is Simon Kok, accountmanager bij Royal Brinkman. En vandaag zitten we hier in studio 85 uh, met productspecialist mechanisatie Michael Visser. Uh, er zijn veel vragen over uh, spuittechnieken. Uh, en hier gaan we het vandaag even over hebben. Zou jij je misschien even kunnen voorstellen? Ja, uh, Simon, goedemorgen. Uh, ik ben Michael Visser, productspecialist bij uh, Royal Brinkman. En onder andere gespecialiseerd in, uh, in spuittechnieken. Zorg gewoon dat de basis goed is. Gek gezegd, een spuitboom recht boven het gewas hangen. Ja, is gewoon standaard vrijste. Het klinkt een beetje ja, een soort kinderachtige haast dat je spuitboom recht hangt. Maar het gebeurt in praktijk gewoon dat je toch ziet dat dat dat, dat machines gewoon niet aan de basis voldoen. Spuitboom recht, toppen schoon, filters schoon. Uh, dat is eigenlijk je basis waar je mee gaat werken. Dat moet gewoon goed zijn. Je had het over de juiste spuitdop. Zou je hier iets over kunnen vertellen? Uh, nou goed, in tuinbouw wordt heel veel gebruik gemaakt eigenlijk al jaar en dag van een, een gele spuitdop. Zowel op de horizontale bomen als de verticale bomen. Uh, nou, voor degenen die het niet weten, een, in de, een horizontale boom gebruik we het spuitdop met 110 graden. En in de verticale spuitbomen 80 graden. Uh, dat is eigenlijk een, een spuitdop, dat is gewoon een reguliere dop. Het doet op zich prima zijn werk, kan iedere kweker best wel aardig mee uit de voeten. Uh, maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, uh, is dat als je... Gewoon dieper in het gewas wil komen met, met je vloeistof. Uh, we hebben diverse testen gedaan, onder andere in de grisant, dat je ziet als je een druppel neemt die grover is, dat die toch veel dieper het gewas doordringt dan de ja, huidige spuit op, uh, de gele spuiten op, die toch echt heel veel wordt gebruikt. Uh, ik denk dat, dat met, zul met, ja, met zulke testen valt er gewoon nog heel veel te halen bij kwekers, dat we nog, ja, de, 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 de bestrijdingen nog beter uit kunnen voeren. Zeg maar. Nou ja, test, dat klinkt natuurlijk sowieso uh, altijd goed om te doen. Ja. Hoe zou ik dat kunnen doen? Ja, dat is eigenlijk heel simpel: uh, we hebben fluoriserende vloeistof. Uh, dat is eigenlijk gewoon een poeder. Die, dat, dat meng je mee met je, met je middel wat je aanmaakt. Kan je gewoon meespuiten. Dat is met blote oog niet te zien. Het is ook niet schadelijk voor de planten. Uh, je spuit het op het gewas, je laat het drogen en de dag erna kijk je s ochtends vroeg, als het nog donker is of schermen zijn dicht, met een blacklight loop je door de kast en dan beschijn je de plant en dan kan je precies zien uh, waar de druppels uh, terecht zijn gekomen. Uh, de, 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 het fluoriserende poeder dat, ja, dat ligt eigenlijk uh, wit op. Dus met de lamp kan je dan precies zien waar wel of geen vloeistof terecht is gekomen. En dan had hiervan, ja, kan je natuurlijk hele mooie testen doen om te zien of je de juiste dop hebt, ja of nee. Uh, we hebben het nu natuurlijk eventjes over spuitbomen gehad. Nou, niet iedereen heeft natuurlijk een spuitboom. Het is nee? natuurlijk niet overal mogelijk. Dus het dus gebeurt natuurlijk ook nog regelmatig dat het met de hand gebeurt. Ja. Uh, zou, je, zou je de verschillen kunnen vertellen en ook het verschil in het uh, spuitresultaat? Uh, ja, kijk, een, een spuitrobot of uh, spuitboom is uh, altijd consistent, de machine rijdt altijd dezelfde, afstand, uh, of de, dezelfde snelheid, afstand tot het gewas als die helemaal is ingesteld is ook hetzelfde. Uh, veelal in potplantenkwekerijen ja, wordt er nog met de hand gespoten, dan lopen ze door de smalle paadjes of uh, de tafels moeten bespoten worden, uh, dan is het... Uh, ja, de kwaliteit van de spuitbeurt is echt afhankelijk van degene die, ja, die de spuitbeurt uitvoert. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel jongens die dat verschrikkelijk goed kunnen. Ja. Maar het valt natuurlijk niet altijd mee, want als je de, ik weet niet hoeveel meter moet spuiten. Uh, ja, op een gegeven moment, je moet, toch die, je moet constant dezelfde slag houden met je spuitpistool. De randen zijn altijd heel lastig te bereiken. Het is vaak uh, links en rechts vier meter aan plantmateriaal. Uh, dus daar krijgen we toch wel vaak de vragen van joh, hoe moeten we dat ja, verbeteren, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is echt wel iets uh, ja, waar, echt wel wat te winnen valt uh, wat dat betreft. Ja. En ja, dan nee, wil ik zeggen, spuitroop is altijd consistent, doet altijd op dezelfde manier zijn werk. En ja, met de hand, ja, ben je toch altijd afhankelijk van de persoon die het uitvoert. Hoe zit het uh, met bijvoorbeeld het reinigen van de spuitboom of de spuitdoppen? Uh, ja, daar is ook heel veel verschil in bij alle klanten. Uh, sowieso na iedere spuitbeurt ja, moet de machine uh, helemaal doorgespoeld worden met schoon water. Evenals de hoge drukpompen die wordt gebruikt. Dus alles doorspoelen met schoon water. Dus het is natuurlijk gewoon belangrijk dat alles optimaal wordt ingezet. Ja, ja, zeker. Ik denk dat we hier als, uh, als toeleverancier, maar ook uh, als hele sector zijn, zeg maar, uh, valt daar echt nog wel stappen te halen. Zeg maar. En ik denk vooral in het, het, het testen met die fluoriserende poeder, net heb ik van vorig jaar in de Grisanten, een heel simpel testje gedaan bij een klant en als je dan ziet wat daar al uitkomt, ja dan sta je toch soms verbaasd te kijken van ja, weet je, hier, hier moeten we met elkaar nog stappen in gaan maken, maar goed. Ja. Uh, Dat wordt aan gewerkt, dus uh, ja. zo doen we. Super. Ja, alsjeblieft. Dankjewel.